Hoi, is superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en we gaan vandaag weer iets leuks maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En elke week komen er nieuwe online, dus dan mis je helemaal niks. En heb je meegedaan aan de vorige winactie? Misschien komt jouw naam dan wel hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen en je mag contact met ons opnemen. In elke DIY video komt er weer een nieuwe winactie. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie hieronder weten. Of misschien wel helemaal geen leuke. Nee, het is wel leuk natuurlijk om gewoon een leuke reactie achter te laten. Wat je van deze video vindt, mag natuurlijk je eerlijke mening zijn. Daarnaast wil je misschien iets leren of wil je graag iets zien richting de herfst bijvoorbeeld. Of wil je nog iets in de zomerperiode zien. Mag je dat ook even hieronder laten weten in een reactie. En als je dan een duimpje omhoog doet, doe je ook gelijk mee met de winactie. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Mij taggen en dan doe je elke maand mee. Dus heel veel winacties. Superleuk, want ik vind het leuk om jullie te inspireren. En blij te maken met bloemen, want bloemen maakt blij. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ook komen er losse bloemen online. Dus wil je alleen de bloemen bestellen, heb je zelf een leuke ondergrond. Dan is het ook geen probleem, kan ook. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan vandaag nog weer aan de slag met schelpen. Ik kreeg heel veel vragen van, goh Carlijn, kan je nog weer zo'n romantisch stuk maken? Ze waren razendsnel uitverkocht de vorige keer. Dus wil je hem niet missen, wees er dan snel bij. Dus we gaan nu ook weer een romantisch stukje maken met mooie sterke bloemen. Daarnaast hebben we mooie schelpen, weer wat mooie vlindertjes. Dus ik ga je er gauw dichtbij halen, dan kun je goed zien wat ik doe. Normaal gesproken zou ik de zijkant als eerste wegwerken. Maar we gaan nu de schelpen verwerken in de zijkant. Die steken er aan de zijkant in. Ik heb al verschillende kleurtjes. En je kan ze er eigenlijk zo ver in steken als jij zelf wil. En er mag wat ruimte tussen. Ze hebben natuurlijk een natuurlijke vorm. Dus er kan iets verschil in zitten qua grootte. Maar dat geeft juist een heel leuk effect. Kijk, het geeft al een heel leuk effect. En aan de zijkanten steken we wat mos. En dit kunnen we gewoon breken. En zetten we dan even vast met een krammetje. Als de bolmos te dik is, haal je gewoon even de onderkant eraf. Als bolmos ingedroogd is, kan je het zo even een emmertje met water leggen. Dan wordt hij weer mooi groen. Vaak is dat in dit seizoen dat het wat droger is. En dat geeft niks. Nou, kijk hoe leuke baas we dan al hebben. Echt enorm leuk. Je vergroot de basis gelijk. En het geeft gewoon een heel leuk speels effect. Waar nodig is, doe je even een extra krammetje. En als alles dan goed vast zit, beginnen we met de bovenkant. We steken hem verder mooi compact op en gebruiken daarvoor sterke materiaaltjes. Jullie waren gek op het geverfde gipskruid. Nou, dat komt natuurlijk aan de buitenkant mooi terug, deze kleurtjes. Dus die gaan we dan ook gebruiken. Jullie waren echt gek op en ik werk er ook graag mee. Trosroosjes. Die heb ik ook en steek er ook gelijkmatig weer bij tussen. En dan heb ik straks ook mooie lysianthus die ik daarvoor gebruik. En zo bouw ik het bloemstukje mooi op. Dit is echt prachtig. Mooi tropisch bloemetje. Kijk, heel mooi.
Leuke scabiosa bolletjes. En dan heb ik ook mooie disteltjes, ook natuurlijk super sterk. Mocht je nou nog bloemetjes hebben, kan je daarmee de gaatjes opvullen. Als je er nog kleine gaatjes over hebben, heb ik nog een beetje IJslands mos in een fellere kleur. Die past mooi bij dit sfeertje. Je kan het ook aan de zijkant plaatsen of aan de onderkant. Dat is ook heel erg leuk. Daar doe ik een klein beetje van tussen en zet ik dan even vast met een krammetje. Prachtig leuk. Dan heb ik nog wat van deze leuke vruchtjes. En die geven heel leuk kleurtje in het stuk. Past er echt leuk bij. En die zet ik ook gewoon even vast met een krammetje. En deze vlindertjes hebben helemaal dezelfde kleur. En jullie waren de vorige keer heel enthousiast over de vlindertjes. Dus ik voeg ze nu ook eventjes toe in de bijpassende kleurtjes. En dat maakt natuurlijk heel zomers, zwierig, romantisch. Je kan ze er kort in doen, je kan ze er lang in doen. Dus dat is net wat je zelf daarin leuk vindt. Je kan ze ook aan de zijkant doen, is ook heel erg leuk. Daar kan je je eigen... ja, stijl ingeven. Ik ben gek op deze kleuren. En hoe leuk het is om hem dan bijvoorbeeld op zo'n voet te zetten. Maak je hem helemaal af mee. Je kan hem ook bijvoorbeeld op dit limlaadje zetten. Die staat ook in de aanbieding op onze website. Is ook leuk. Zet hem net weer zo die kleine pootjes onder. Geeft ook een heel leuk effect. Of misschien heb je zelf een mooie schaal waar die mooi op past. Is ook heel tof. Of misschien zeg je van, ik wil de voet of de schaal niet zo ver veel aanwezig hebben. Maar ik wil hem wel iets op een verhoging. Kan je hem ook op deze kleine versie zetten. Is ook heel leuk. Kijk, geeft ook een mooi effect. Alle drie staan in onze webshop. Dus daar kan je gewoon je eigen keuze in maken. Wat je dan leuk vindt. Die kun je er los bij bestellen. Ja, ik vind deze echt heel leuk. Romantisch, super sterk. Toch een beetje zomers. Door de schelpen, maar een kleine knipoog naar de herfst door de vruchtjes. Super sterk, je kan hem eventueel laten indrogen, dus daar kan je er extra lang van genieten. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, op is op, de pakketten gaan op het moment heel snel, ondanks de grote voorraad. Ja, wil je hem niet missen, bestel hem dan. Ook als je hem voor een later tijdstip graag wil bestellen... dan kan je de gewenste datum aangeven. Dus ja, geef dat daar gewoon in aan. Dat kan van dinsdag tot en met zaterdag kan je de gewenste datum aangeven. Dus ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even hieronder weten wat je van deze video vond. En ik ben benieuwd waar jij zin in hebt voor de herfstperiode. Want we zitten nu nog in de zomer. Maar voor je het weet is het weer herfst. Een super leuke tijd om met bloemschikken bezig te zijn. Misschien wel een van de leukste seizoenen vind ik zelf. Dus ik kan niet wachten tot het zover is. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doei!